Check this. Yeah. Hallo dames en heren, en super dat jullie kijken naar deze video. Ik had net een solo squad bordje gespeeld in Unfolded. En ik was vergeten het op te nemen. Dus ik dacht, ik doe het even in replay mode. Want ja, het was gewoon zo'n ziek potje. Dat kon gewoon niet anders. Ik denk, dit moet ik jullie laten zien. Dus ik ben nog niet zo heel goed in replay mode. Dus het ziet er heel dom uit, denk ik. Ja, wacht even. Sorry voor de... voor dit slechte gedoe, maar ik ben er niet heel goed in. Ja, ik... dit moet ik ook niet aan. Geef even een andere camera mode. Oh ja, zo. Zo, dat doe ik hem op gameplay. Tijdens de gameplay van dit potje, vertel ik jullie een beetje over mijn potje. Het potje begon eigenlijk best wel raar. Ik had veel gedaan, zeg maar. Dus dat ik dan drie andere teammates zou krijgen. Eentje liep dat toen we in de bus zaten. En en de andere twee teammates. Eentje zette een wapen op retail. Dus ik was daar retail gesprongen. Dus waren mijn andere twee teammates in spijkbaan er niet uitgesprongen. Dus was ik in mijn eentje in retail. In Tilted gingen mijn twee teammates gingen dood. Dus in principe zo de squad. Vanaf het begin van het potje. Veel mensen zullen ze waarschijnlijk zeggen, ja, dit is geen solo squad, want je deed wel veel. Maar eigenlijk is het wel solo squad, want niemand anders landde bij mij of hielp mij. Dus geniet eventjes van dit potje. Ik schoot hier trouwens met de burst gewoon random. Kijk, ik heb nog nooit een Valdor gespeeld. En eindelijk had ik de beurs weer. En ik vind het zelf best wel een chill wapen. Dus daarom... ik echt shit mee. En voor de mensen die het niet wisten... de Tactical Submachine Gun zit hierin. De Drum Gun zit hierin. De Double Barrel Shotgun zit hierin. De Bolt, de normale Bolt zit er weer in. De Revolver zit erin. Echt alle dingen die geunfold zijn, zitten hierin. Dus ja, het is best wel een leuke... ja, oké, je moet hem te spelen. Ik zou eventjes kijken of ik hier even aan kan zetten. Nee, oké. Okay. Even kijken. Zo. Nee, ook niet. Ik weet niet of ik mijn inventory kan laten zien. Denk het niet, hè? Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dan weet ik het niet. Misschien kan ik het hier doen of zo. Zo, ik heb even wat effecten aangezet. Kijken. Zo. Maar dan weten jullie ongeveer waar de mensen zitten. Ik heb gekrabbeld. Ik hoorde hem. Ik had nog niet heel veel wapens. Alleen een double barrel en een burst. Ik ging dus sneak onder de trap zitten. Hij bouwde het eigenlijk gelijk dicht. Wat best slim van hem was. Hij wist dat ik ergens in de kelder zat. Maar waar ik zat wist hij niet. En verder ga ik niet spoilen. Want jullie zien de gameplay zelf. Kijk, ik zag hem daar dus. En ik deed een headshot. 222 damage. Disrespect natuurlijk. Nou, in principe gebeurde hier verder niet zo heel veel. Daarom spoel ik eventjes door. Ziet er misschien een beetje raar uit hoor, maar als jullie je afvroegen waarom ik dat deed, de drum gun is de eerste keer dat dit wapen unfold is in Fortnite. Dus ik wist helemaal niet
Zeg maar, ik wist eigenlijk helemaal eerst niet dat hij erin zat. Zat hij dus blijkbaar wel. Dus ik dacht van, oh, daar ga ik er een keer mee schieten. Want ja, ik vind het gewoon zo'n chill wapen. En ik vind het ook wel jammer dat ze het eruit hebben gehaald. Want in principe is het gewoon onzin. Ze hadden dat ding ook gewoon minder damage kunnen laten doen. En de fire rate iets omlaag gedaan. En dan had je die kunnen gebruiken in plaats van een minigun bijvoorbeeld. Want ja, een minigun, ja, wie vindt dat ding nou fijn? Helemaal niemand. Dus doe gewoon lekker die drumgun terug. Haal die minigun eruit. Verlaag de fire rate van de drumgun. Iets minder damage. En klaar, je hebt weer een supergoeie SMG. Ik zou trouwens heel eventjes de namen gaan verbergen. Oh, even wachten. Zo. Dat is een beetje irritant. Jullie zien verder wel. Dat ik het ook uitzetten. Zo, dat is iets beter. Hier waren twee squads aan het fighten, dat was best wel smerig om te gaan cleanen. Ik had daar al iemand op met een granaat. Verder speelde ik dit heel eventjes rustig aan, want ja, het is toch zo de squad dat je doet. Ik had daar nog iemand op met een granaat. Ik zou eventjes hiervan aanzetten. Zo. Zodat het trouwens even zo glitst hoor, maar dat komt door de replay mode. Ik had dus al twee mensen nog liggen, er lagen ook al twee andere mensen nog. Er waren nog twee solo guys aan het vechten. Die ene hier had dus gekild, toen killde ik de andere daarna. Het was best wel smerig voor mij, ik cleaned in principe. En toen zat ik al op 4 kills. Toen ging ik even rustig loot, want ja, ik had alle tijd van de wereld natuurlijk. Voel ik nu eventjes door totdat er weer wat gaat gebeuren. Want dit is namelijk een sausstukje. Ik wil jullie natuurlijk alleen gewoon een goede gameplay laten zien. Niet de saaie stukjes van het looten en zo, want dat interesseert jullie op het moment denk ik niet zo heel veel. Interessant, ik nam de zipline en ik zag daar al iemand staan. En toen dacht ik, piem, headshot. Toen naar beneden om gelijk eventjes te finishen. En toen was daar ineens iemand. Als jullie zien werd ik hier third party, ik viel naar beneden toe. Bouwde eventjes mezelf in. Ik wou namelijk eventjes healen, wat ik had aan 76 HP. Daarna nam ik eventjes twee minis in. En toen kwamen de andere twee teams in een fight. Dat is natuurlijk hartstikke gunstig voor mij, want dan kon ik dan er mooi vandoor gaan. Dus ik ging snel weer terug naar Dusty. Ik zou dat even doorspoelen. Kijk, want er was hier verder niemand meer. Nou, ik nou weer even Dusty. Zo. Nou, ik wist dat er hier nog een slurp lag, want dat had ik net gezien met de sniper. En toen ik die slurp had ingenomen, hoorde ik in één keer de kabelbaan. En ik dacht van, oh shit. En zoals jullie zien loopt daar rechts ook iemand, maar die heb ik nooit gezien. Konden jullie zien met de outlines. Maar hier voor ons zie je dus iemand aankomen lopen. Hij wist nog niet dat ik er was. Ik wist wel dat hij kwam. Dus ik kon hem hier een paar mooie hits doen, waardoor hij al geen shield meer had. Uiteindelijk was deze guy doorgevlucht door middel van de gliders die hij had. De storm kwam eraan en zoals jullie zien moeten we best ver. Hij maakte af en toe gebruik van zijn bouncepads, die kon ik mooi ook gebruiken. En op een gegeven moment plaatste hij een loungepad. Die heb ik ook kunnen gebruiken om naar de cirkel te komen. Ik heb deze gast uiteindelijk niet gekild op dit moment. Omdat hij vluchtte gewoon simpelweg weg. Dit stuk spul ik eventjes door. Hier was loungepad.
En vanaf hier wordt het weer interessant. Zo. Jullie zien daar al iemand lopen met de outlines, zeg maar. Daarom zien jullie hem al. Eerst zag ik dus die gast niet lopen. En in één keer hoorde ik zijn voetstappen. Hij was rustig appels aan het innemen. Ik weet hoe goed hij was. Deed een paar hits. Volgens bouwde hij heel irritant dat hij bij me kan komen. Dus ik bouwde mezelf eventjes in. Ik had namelijk damage van de storm. Ik kon even snel de twee helftjes schaffen. Daarna met hem de fight aangaan. Hij kan naar beneden toe gelijk mij pushen. Ik maak snel even al mijn buildings van mezelf, zodat hij dat niet kan editen. En vanaf dit moment was het best smerig. Ik was met deze guy in een fight, want hij bleef me maar vol sprayen en vol sprayen en vol sprayen. En toen kwam er ook nog een ander soort die jullie nu rechts horen lopen. Hij kwam door mijn buildings heen, heeft me uiteindelijk gekillt en toen kwam ik alweer met de volgende. En dit was de guy die wegrende voor mij in de storm. Deze guy bleef me vol sprayen en ik dacht van, oké, doe maar, jij gaat op mij schieten. Schiet hem helemaal kapot. En wat doe ik? Terugschieten en hij is weg. Dus toen zat ik al op 7 kills. Verder gebeurt hier niks. Dus ik speel eventjes weer door voor jullie. Wat jullie hoorden was een loot drop die links zou komen. Ik dacht daar al een paar keer op die berg in te zien. Alleen ik kon hem niet spotten. Aan de rechterkant trouwens van mij. Ik kon hem niet spotten. Dus ik werd in één keer gehit. Door iemand van rechts. Dus ik was hem aan het zoeken. En toen zag ik daar de kogel. En ik kon net zijn kop zien. En bam. Weg was hij. En toen zaten we al op 8 kills. En als je naar het scorebord kijkt, zie je dat er nog maar 3 mensen levend zijn. En waarvan ik dus ook eentje was. Dus, dat betekent dat het 2 tegen 1 was. Ik ga nog eventjes die berg op om die guy te looten. Dat voel ik eventjes door voor jullie. Maar hij had niet heel veel fiets bij zich. En onderweg werd ik, dat ik op de zipline ging, werd ik gesniped vanaf die grote beest. Zoals jullie zien, gaan ze allebei naar beneden toe. Hier voor mij staat een looter op. Daar wou hun eigenlijk voor gaan. Dus ik dacht, als ze die looter gaan looten, kan ik ze mooi snipen. Maar die solo guy, ik bedoel, die default, die zag mij dus al. Dus dat betekende dat ze mij dus, dat ze mij dus gingen fighten. Op dit moment was het best wel slim van hun. Die onderste guy die spreekde mij heel rustig vol. En die andere guy kwam mij pushen. Was best slim van hun. Ze hadden dus ook allebei high ground. Maar deze gast dacht dat ik genoeg was. En je dacht van, hé, hey, ik ga jou eens eventjes lekker no-scopen. Zo dacht hij links de race ook over. Maar ja, toen ik zijn teammate knocked had, poest hij wel. En ineens zat hij boven mij. Wat van hem niet zo slim was, is naar beneden springen. En zoals jullie hier zien, killed ik die laatste gast, had ik uiteindelijk dus 10 kills solo squad victory royale. En dat is best nice. Dit was mijn eerste keer dat ik een VOD deed. Ik vind dat de drumgun er weer is. Ja, ik mag niet klagen over mijn solo squad 10 kills. Het is mijn tweede keer dat ik echt solo squad heb gewonnen. Ik speel eigenlijk nooit solo squad, dus ik verbaasde me ook dat ik had gewonnen. Als jullie verder de video nou leuk vonden, vergeet niet even te liken en te abonneren. Laat in de reacties even weten wat jullie van deze gameplay vonden. En ja, als je een keer samen met mij Fortnite wil spelen, laat even weten in de reacties. Stuur mij een berichtje op PlayStation of zet gewoon jouw naam in de reacties. En wie weet voeg ik je wel toe om een keer samen een potje te spelen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken, vergeet niet te abonneren en te liken en dan check ik jullie later. Joejoe mensen!